Kopje een kleurtje, dan kan ik daar ook een mozaïek van maken. Nou, dit idee vastgelegd in het modelrecht. Nou, een keer op een zondagmorgen met koffie drinken waren we opnieuw een beetje aan het discussiëren. Maar nou, wat gaan we dan doen? Een molentje, tussen een paardje. En mijn vader zei voor degene, nou misschien kunnen we de nachtwacht van Rembrandt wel maken. Ja, ik zeg de nachtwacht, dat is wat anders dan een molentje. Goed, maar deze digitale versie bewerkt met de computer in pixels. Kent ze dat beeld? De nachtwacht van Rembrandt? Ja. Goed, nou die hebben we bewerkt met de computer in pixels. 60.000 pixeltjes bestaat dit uit en 255 kleurtjes. Je krijgt een soort borduurpatroon. Nou, van dichtbij zie je dus vierkantjes. Neem je wat meer afstand, maak je die vierkantjes kleiner. Hè, dan zie je dus wat meer de afbeelding. Nou, voordat ik het hele project ben begonnen, heb ik een proefstukje gemaakt. Kapitein Banningkok. Oh, ja. Dat is gezicht, de man met de baard een beetje. Hè, de witte kraag zie je erin. Nou, van dichtbij zie je klompjes. Maar als je die wat meer afstand neemt, hè, dan zie je dus het beeld wat beter. Nou, het wordt 3,60 meter hoog, 5,40 meter breed. Nou, die kun je niet zomaar even vervoeren, dus ik heb hem in panelen gemaakt. Dus het bestaat uit 15 panelen. Die kun je dus aan een aluminium frame maken. Of, hè, dus een aluminium frame. En aan de voorzijde kun je dus die panelen eraan hangen. Zie je dat? Nou, zo krijg je een heel groot vlak. Nou, wat ben je nog meer nodig? Klompjes natuurlijk. Ik heb hier zo'n klompje. Zo. 3,5 centimeter zijn ze. Nou, wat ben je nog meer nodig naast klompjes? Trouwens, deze klompjes zijn gemaakt in Sint-Oederode, zit de klompenfabrikant die souvenirtjes maakt. Magneetjes en sleutelmannetjes. Nou, wat ben je nog meer nodig? Verf natuurlijk. Olieverf van Thalens heb ik gebruikt. Nou, al die kleurtjes zijn gemaakt door deze mevrouw, Carla Kassenaar. Zij heeft mij geholpen, kunstenares. Nou, toen ben ik begonnen met schilderen van al die 60.000 vierkantjes. Dus allemaal één voor één ingeschilderd. Mijn vrouw heeft er nog een blouse bij aangeschaft. Ja, bij passende blouse. Nou, hè, zie je al een beetje hoe het wordt. Ja, dan ben je er nog niet, dan moet je ook de klompjes schilderen. Nou, ik heb het klompje laten zien. Je ziet daar twee kleurtjes op. Ik heb 30.000 klompjes. En ik heb 60.000 pixels. Met andere woorden, één klompje bedekt dus eigenlijk twee pixels. Eigenlijk hoort twee pixels. Ja? Goed, dus je moet dat hakje krijgen een kleurtje en het rompje krijgen een kleurtje. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Een kennis van mij heeft een soort programmaatje geschreven. En aan de hand daarvan kon ik al die etiketjes schrijven. Alle kleurencombinaties. Nou, 221 op de hak, 220 op de romp en een rechterklompje. Dit is 221 op de romp, 232 op de hak is een linkerklompje. Dus ik heb rechtse en linkse klompjes. 15.000 paar klompjes. Kijk, klomp maar even door, meneer. Nou, met een klemmetje kon je het vasthouden. Nou, hè, dus twee kleurtjes op een klompje. Nou, maar olieverf is niet altijd dekkend. Vaak moet je twee of drie keer schilderen. Nou, inmiddels was ik 2 jaar bezig. Toen heb ik hulp gehad van de schildersvereniging uit het dorp. En de dames waren bereid om te helpen schilderen. Dus 6 dames, 8 dames. Buurdorp Marienheem had ook een schildersvereniging. Wou ook wel helpen. Dus totaal heb ik 20 dames geholpen met schilderen. Nou, dan zijn al die klompjes geschilderd. Hè? Dus in elk doosje zit dus 1 klompje of een kleurencombinatie. Nou, een letterbak, een zetskasten. Hè? Letterbakken gemaakt. Nou, was precies een klompje in, dus hè, opnieuw met de kleurencombinatie. Nou, die letterbak zit vol. Dan ga je plakken, hè? Dus lijmen. Maar goed, voor die tijd gaan al die klompjes ga je eventjes schuren. He, dus 30.000 keer voor een mooi lijmvlak. 60.000 dotjes lijm erop. Nou, per paneel he, werd er afgewerkt. Nou, dan zie je wat witte papiertjes uiteindelijk.
Wat foutjes die erin zaten. Nou, alle knopjes is vastgezet met twee koploze spijkertjes nog. Nou, hier zie je dan met en zonder de klompjes. Hè. Nou, voor transport, het is helemaal deelbaar. Hè, dus het kan in 15 panelen, maar in ieder geval, het is in 3 kisten kan het vervoerd worden. Ik heb er een sierlijst omheen laten maken. Nou, uiteindelijk zo is dat geworden. Nou, ik heb er 3 jaar aan gewerkt. En in 2010 ging hij voor het eerst naar Berlijn, op de Grüne Woche. Er stond een grote landbouwbeurs. Een half jaar later stond hij in Bangkok voor de ambassade. Ik denk, nou, dat gaat lekker. Maar ja, de crisis was uitgebroken, hè, in 2010. Ja, dus daarna heb ik het niet meer verhuurd gehad. Ja, jammer dan. Wat doe je er dan mee? Dus ik heb bouwplannen gemaakt in 2013. En in 2014 heb ik dit geopend, dit atelier waar jullie nu zitten. Uiteindelijk, het staat hier nu achter het gordijn. Ja. Ja, de nachtwacht van 30.000 kleine klompjes. Nou, daar komt ie. Door mijn vrouw, mijn vriendin van mijn vrouw gemaakt. Even niet mijn vriendin, maar. Ze zijn ook klompjes. Ja, ze zijn ook klompjes. Ja. Even draaien. Ja, even draaien. Oh,